Edwin, daar zitten we dan. Dit is nieuw. We gaan even iets nieuws proberen. Eerste pauze van de derde wedstrijddag. We hebben de eerste 6 optredens erop zitten. En we gaan even kort een paar highlights benoemen van wat we net hebben gezien. We doen het ook aan de verslagen die we zelf hebben geschreven. We beginnen even bij Edwin. Eerste optreden, Mars First Division, Harmonie Sint-Gertrudis. Ja, en even een speakbriefje erbij hoor. Speakbriefje. Zoveel geschreven de afgelopen dagen. Ja, wordt het een leuke kleine drumband. Het is altijd wel een prima begin van de dag, denk ik, zo'n optreden. Ja, het was een beetje, het was heel basic, maar prima. Hier en daar wat dingetjes. Ik heb er eigenlijk niet zo heel erg over te zeggen. Nee. Het is wat het is. Optreden, ja. Precies. Ja. Ligt een beetje aan de perceptie, ook van hoe we dit gaan plaatsen straks. Het overwoord van dit WMC, precies, perceptie. Hashtag perceptie. Maastrichtse verkennisband, nou daar ga ik dan maar even mee door. Maar jij mag zeker meepraten. Erg enthousiast van. Indrukwekkend. Mooie cadans, hoe ze binnenkwamen lopen. Zag je dat er eigenlijk al van, dit wordt een klasse optreden. Ja, met Carry On, het klonk gewoon prachtig. Echt. Nu kwamen ze binnen en dan wist je al van, ze hebben zin in, ze gaan het goed doen. En wij gingen er ook even voor zitten. Ze deden het goed doen. Ja, goede cadans. Onderlinge afstanden bleven ook echt super strak. Overtuigend gespeeld. Overspeelden ze? Ja, hier en daar. Ik denk dat ze de zenuwen aan het begin een beetje. Aan het einde was het toch wel dat ze misschien wel een beetje het gevoel hadden van, we zijn bijna klaar. Ja. En we knallen alles er nog even uit. Ja, dat daar in de overspelen. Tunnel. Dat was top. Maar op het parcours zelf had het even iets beheerster. Ja. Nee, dat in de tunnel vonden we leuk. Echt wel. Mijn speakbriefje is uitgevallen. Waar gaan we nu naartoe? Oh, jeetje. Reunemies, Mars, World. Ja, dat was een leuk klein clubje. Met de Veren Hanekom had ik geloof ik geschreven. Vaste WMC-gast natuurlijk. Ja, we zijn er altijd. Een mars van Philip Sousa tegen een dansnummer van Gloria Estefan aan. Aparte keuze, maar het werkte wel. Een kleine groep, veel fluitjes. En ze liepen vlot door het parcours heen. Volgens mij een jonge groep. We kunnen natuurlijk moeilijk zien vanuit onze plek. Dan lijkt alles klein en niet zo oud, maar... Zo'n machientje, hè? Ja, zo'n klein machientje was Duits, het. Duits machientje. Liep lekker door, leuke variaties op bochtenwerk en het was leuk optreden. Cool, yes. Gita Bahana Nusantara, marching band. Nou, het was een beetje een drumcore bezetting, core-style bezetting. Ja. Uit Jakarta, Indonesië. Gisteren 60 punten op de Mars in de World Division. Ja, dus wordt het dan vandaag met de show. Dan ga je toch zitten en dan komt er een heel kleurrijk festijn op het veld. Guard uniformen, een opening met ik denk traditioneel Indonesische zang. Niet helemaal zuiver, maar wel echt cultuur, hè? Ja, echt, absoluut. Ja. De cultuur. Ja. Gewoon echt, dat is eigenlijk ook denk ik hoe we het optreden moeten samenvatten. Muzikaal schortte er wel wat aan. Ja. Visueel. Nou, lang niet gek. Gebeurde niet heel veel op het veld, denk ik. Maar wel gewoon. Het stond allemaal behoorlijk. Ja. En de guard. Ja, ze hebben echt een toegevoegde waarde, de guard. Ja. Het veld hadden ze heel ondiep gemaakt, voor mijn gevoel. Ja. Ze gebruikten wel veel breedte. Maar die guard was echt wel een toegevoegde waarde. Kwalitatief ook, vond ik. En misschien moeten we dat straks ook eens even aan de jury vragen. Van golf of het WMC, die festivaldivisie die je vroeger had. Waarin je dus gewoon dit soort korpsen kan zetten. Want het publiek die pruimt het als een malle. Die vond het gewoon echt heel leuk. Juist om die cultuur. Dus misschien wel een idee om eens even te vragen van, is dat niet toch een optie? Maar ja, zo'n korps met 2 keer 60 punten, dit zal wel iets meer dan 60 zijn geweest, naar huis sturen. Ja, dat wil de jury ook niet, denk ik. Nee, het lijkt me ook niet leuk. En het is juist dit soort deelnemers zorgt ervoor dat je die goede mix krijgt van allerlei stijlen en precies, culturen. Want anders wordt het zo'n één brei en dan krijg je mensen voet aan de grond die altijd zeggen, het is een Nederlands feestje. Ja, terwijl het juist zo mooi is dat er andere stijlen en andere culturen voorbij zeker komen. Nu zonder de Thai, waar die kwaliteit dan wel vaak aanwezig is. Ja, maar dit wil je wel gewoon zien, dit hoort wel bij het WMC. En dus heb ik daar op mijn manier wel van genoten. Door naar Frankrijk, Show First Division, RSF, Saint-Virgin, denk ik. Als jij het zegt, zal het zo zijn. Volgens mij wel, en anders gaan we het straks nog even corrigeren. Leuke show, leuke band. Ik werd er wel vrolijk van. Het was heel basic. Misschien komt het wel terug als elementair, maar dat gaan we dan wel zien. Het bleef heel dicht bij elkaar. Er waren niet zo heel erg veel grote lijnen. Een beetje op safe.
Ja, het was best wel safe. En omdat ze zo bij elkaar waren, was het muzikaal wel oké. Okay. Ja, ja. En je zag ook wel op het moment dat er net iets meer in de breedte van de ruimte gebruik werd gemaakt, dat je zo'n... Het slagwerk liep wat uit, zeg maar, op de ja. blazersectie. Ja. En dat was wel jammer. En dan denk ik altijd van, ja, er staat toch iemand ervoor te zwaaien. Hou die dan in de gaten, maar ja. dat is dan wel jammer. Ja. Dat is eigenlijk het enige minpuntje. En ik denk dat het publiek reageerde ook het meest ja. Op de Fransen. Ja, 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 denk ik ook. Ja, het was gewoon, en inderdaad ook richting het tweede deel van het programma kwam het zelfvertrouwen erin. En ja. ik vond echt dat ze beter gingen spelen. Ja, dat is natuurlijk ook niks... Niet niks om hier op het veld te staan en je dingetje te moeten doen. Maar ja, dat het was al een tijdje geleden dat ze hier waren geweest. Dus het is al ja. Misschien weinig muzikanten in de huidige groep die al eerder op WMC ja. zijn geweest. Ja. En het is toch indrukwekkend. Het is nog steeds geen volle dag. Gelukkig nee, al wat nee. voller bezet dan vorig ja, weekend. Ja, mannetje op 4.000, 5.000. Ja. Zoiets. Denk al dubbel van vorig weekend, dus dat ja. klopt aardig. Ja. En het is, ja, het is geen 15.000 in de laatste weekend, maar toch indrukwekkend blijft ja. het. En dan de laatste deelnemer voor de pauze, Noorderveld uit Drenthe, show First Division ook. Met een show Contradiction. Veel muzikale en visuele tegenstellingen hebben we gezien, denk ik. Op sommige momenten hele mooie, warme klank, zeker in het toetie. En daar waar het wat terugging en het of op de fluitjes of op de trompetten wat aankwam qua melodie, ja, dan werd het soms wat wankel, hè? Ja, maar qua samenspel dan. Ik moet zeggen, de fluitjes, die waren, ik vond ze echt heel erg goed. Mooi, in het begin ook in de opener, die er overheen. Genoten zaten er allemaal goed op ja. en goed afgestemd. En gelukkig het weer zit dan wel mee, want je merkt met hele warme dagen ja. die je hier toch altijd al hebt in Kerkrade, dat het wat moeilijker is. Ja. Maar fluitjes heel erg goed. En ja, hier en daar schort het natuurlijk wel eens aan. Ja. Het was een puntje wat heel jammer was dat er achterin stonden de tamboers met shakers en aan de voorzijde. Ja, dat samenspel. Ja. Issue, ja, in de ballad. Ontzettend uit elkaar. Ja, ja. En, staging dingetje, ja. denk ik. Ik hoop, misschien dat het op het veld goed was, maar wij zitten hierboven op ook echt precies dezelfde plek als de jury, maar dan aan de andere kant van de 50. Ja, hier was het samenspel niet goed, dus het kan ook liggen aan hoe het hierboven doorkomt, maar ja, dat is wel waar de jury zit. Visueel, uitvoering... Hele goede momenten en ook momenten, ja, ze gebruiken heel veel lijnen, schakels, hè, ook om die contradictie neer te zetten. Ja, en dan gaat het opvallen als het niet goed staat, hè? Ja, als je lijntjes neerzet en je hebt dan een twee lijnen tegenover elkaar waar dan in en uitgestapt wordt, maar vervolgens is het lijntje niet recht, dan ja. wordt het heel erg snel troebel en dan mis je het effect wat het kan hebben. Ja, ja. Gewoon, het is zo krachtig, zet twee lijntjes strak achter elkaar en laat het uitstappen naar voren en naar achteren ja. en weer terug. En dan heb je gewoon een gaaf effect. Ja. En op het moment dat mensen dan niet recht staan, dan, ja, ja. dan mis ja. het. Dat is jammer. Alright. Samengevat, onze eerste praatje in de pauze. Gaan kijken of dit een beetje aanslaat, of mensen dit ja. leuk vinden. We doen de tweede pauze gewoon niks, weer. Moet je het ook zeggen. Ja, maar doen we het wel de tweede pauze nog een keer. Ongetwijfeld. En ook na het programma gaan we nog eens eventjes gewoon napraten. En nemen we Gritina er ook even bij. Ja. Maar die is nu allemaal interviewtjes aan het doen op het veld. Reporter Gritina is er vandaag. Cor is beneden foto's aan het overzetten van de fotografen. Dus we houden jullie geüpdate. Yes, tot straks. Dag.